Een goedenavond en welkom bij Robocup TV Sports. De eerste wedstrijd was tegen Nubot. Dat was een makkelijke wedstrijd, maar alsnog te moeilijk als je kijkt naar het niveauverschil. Resulteerde in een 7-0 winst voor Tech United. Wedstrijd waarin goed werd verdedigd. Kijk hier de paas op Robin van Perslucht, die hem keihard in het doel schiet. Er waren stevige duels in deze wedstrijd, die zoals u ziet toch wel werden gewonnen. Hier zien we Robodinho. Zeer sterke keeper, hier houdt hij. Bal wordt goed opgepikt door Arjan Robot. Paast hem van achter naar Robodinho, die hem afmaakt. Dan de tweede wedstrijd van vandaag. Deze was tegen Cambada. Het was een goede wedstrijd. Spannend tot aan de tweede helft, want in de tweede helft overklaste Tech United met 5-2. Mooie winst dus. Wedstrijd tegen Cambada begon vrijwel direct met een mooi afstandsschot van Robodinho, maar helaas werd hij geblokt. Dan hier de throw-in voor Cambada. En daar is dan de nummer 5 met toch een mooi goal van afstand. En dan wordt het nog moeilijk voor Tech United. Hier een mooie bal van Arjan Robot op Robodinho, die dan weer de keeper vindt. Er werd toch wel scherp verdedigd in deze wedstrijd. En een aantal keer moest Hans van Breukelen in actie komen en deed dat. Dan de derde en laatste wedstrijd van vandaag. Deze werd gespeeld tegen Water, aartsrivaal van Tech United. Spannende wedstrijd, goals vielen over en weer. Maar uiteindelijk eindigde het met een 3-2 winst voor Tech United. Wedstrijd tegen Water. Hier ziet u Gregory van der Tandwiel met de steekpaas op Arjan Robot, die hem afmaakt. Hier nog heel even de herhaling. Prachtige goal. En uiteraard, al zoals in elke goede wedstrijd, zijn er reddingen aan beide kanten. Hier Hans van Breukelen met een zeer goede. Prachtige paas van Frank de Moer, die zichzelf helemaal vrij loopt. Paast op Arjan Robot, maar helaas op de paal. Dan is daar weer Arjan Robot met een hele goede onderschepping. Dat doet hij heel mooi. Dan het schot van Robodinho, maar die wordt helaas geblokt. Hier de throw-in voor Water, die dan met toch wel een klein beetje mazzel zogezegd voorin terecht komt. Maar Frank de Moer is daar scherp en verdedigt uit. En met winst op alle wedstrijden betekent dat Tech United door is naar de halve finale. We zijn morgen bij u terug met deze halve finale. Bedankt voor het kijken.